We hebben een jaar lang gewacht, maar het is weer zover. Carnaval in Eindhoven, in Lampengat dus. En dat doe ik vandaag met mijn lieftallige collega Nelleke Arnoud. Hey, Jerry, hoi. Hey. Normaal ben je heel druk. Ja, klopt. Maar vandaag had je tijd voor ons gehad. Ja, tuurlijk. Voor carnaval moet je altijd tijd maken. Welkom bij Studio Lampengat. Plantsoendienst. Ja. Laat het zien. Heerlijk. Wil je een natte of een klap? Doe maar een hele natte. Oké, komt ie. Ah. Heel nat. U bent een echte mist, toch? Mag ik met u mailen? Voor mij wel. Ja, mooi. We mailen. Hallo. Hallo, wat zie je er vrolijk uit? Dankjewel. Jij kan niet balen, of wel? Nee, zeker niet. Vooral vandaag niet. Waarom niet? Het is vandaag een feestdag. Gezellig, leuk, allemaal bij elkaar, dus het komt helemaal goed. Waar kom je vandaan? Uit Lieshout. Waar ligt dat? Deur deuraad, ik parkeer hem als ik wil. In de galsie van mijn buurvrouw staat hem uit de genoppie stil. Ik rij hem zo naar binnen, ook al is hij niet gekeurd. Mijn wagen is wel toe, want een god heb ik. Je verkeerd, want we zijn in Brabant. Ja, we zijn in Brabant, dat denk ik ook. Ja, maar dit kennen ze in Friesland niet, hè? Ja, we hebben in Friesland ook vandaag een optocht in Sneek. Met carnavalsvereniging, alleen het is wat minder groot dan hier natuurlijk. Maar je hebt wel de verkeerde sjaal om. Dat weet ik. Maar ze hadden geen andere sjaal meer. Maar hij is wel van de carnavalsvereniging in PSV. Kijk, dit is wel beter, toch? Hartstikke mooi, Piet. Hey, en ben je er morgen ook weer bij? Wat zeg je? Ben je er morgen ook weer bij? Ja, ik ben tot en met dinsdag. Nou, wat zeggen we dan? Houdoe en on. Nu heb ik net zo'n hele lelijke koeienhoed gekregen. Maar dat wil ik eigenlijk helemaal niet. Ik wil iets veel mooiers, dus ik ga hem even ruilen. Meneer? Oh. Wil jij hem hebben? Zullen we even ruilen? Huppakee. Okay. Ja, jongen, veel plezier. Stuk beter. Op de wagen van PSV Carnaval natuurlijk. Hoe is het? Hoe gaat het toch? Geweldig. En wat een leuke mensen hier allemaal. Enthousiasme allemaal. En wat zie je? Geweldig. Waar neem je me mee naartoe? Naar Turkije. Turkije, hè? Waarom? Omdat dat een mooi land is. En wat gaan we dan doen? Weet ik nog niet. Een beetje in de zon genieten. Ja. Laat maar gaan dan, hè? Ja. Jerry, hè? Nelleke. Die optocht die kennen we nu wel. Laten we het even iets spannender maken. Nou, dat is grappig dat deze zegt. Ik heb hier een kartonnetje in mijn hand. Een kartonnetje. Dat moet wel leuk zijn, toch? Misschien moet je het even omdraaien. Ah, het is namelijk de Lampengatse emmerlijst. Emmerlijst. Een bucketlist. Een bucketlist, ja, natuurlijk. Ja, ja. We gaan tegen elkaar strijden en we hebben allemaal leuke opdrachten die we moeten gaan doen. Nou, ik ben benieuwd. Laten we het gewoon gaan proberen. Volgens mij is dat wel... Spelen. Zullen we even? Oh, heel graag, want we hebben hier wel een heel mooi ja. Dan, hè? Oké, okay, komt ie, hè? Ja, en dit is mijn opdracht. Nelleke heeft net de Titanic al nagedaan en ik moet 10 mensen zien te vinden die gaan twerken. Ik ben op zoek naar iemand die voor mij kan twerken. Hey, iets langer, iets langer. En dan mooi naar de camera kijken, dan vind ik...
oma wil een toy moment. Nou, ik zeg gehaald hoor. Geen 10, maar wel een hele mooie. Oma heeft nog trek in een sixpack. Dat vindt oma leuk, ze is een beetje mat. De Lampengatse optocht is weer voorbij en achter mij druipen de eerste mensen al af. Of ze gaan naar Straat of Zijnd. Ja, en daar zijn wij morgen ook, want morgen zijn wij daar ook gewoon weer. En wil je een biertje met ons komen drinken? Je herkent ons aan onze lekkere cameraman. Zou ik zeggen, Alaaf. Alaaf, hey, proost. Tabé, tot morgen.